Hi, mijn naam is Irina Hoffer. Mijn bedrijf heet Gebarenrijk en ik ben presentatiecoach. Nee, ik ben niet de perfecte presentator, maar ik kan jou wel leren beter te presenteren. En hoe doe ik dat? Ik let op 4 dingen. Dat is lichaamshouding, je mimiek, je stem en doeltreffende gebaren. Deze allemaal samen zorgen ervoor dat je je verhaal beter kan vertellen, zodat het goed overgedragen wordt op je publiek. Vandaar Gebarenrijk. De komende weken geef ik je graag een paar tips. En ik denk dat je ze eigenlijk wel weet, hè? Ik weet wel waar ik op moet letten. Maar het is goed om er weer even bewust van te zijn. En daar help ik je graag bij. Tip 6. Weer te maken met je stem. Het gaat erom dat ik heel veel mensen ook heel vaak bijvoorbeeld een soort van staccato ritme laat horen in hun woorden. Ze zijn bezig om iets te benadrukken en iedere keer gaat dat via de stem, via de intonatie van hun stem. En alles lijkt dan wel belangrijk te zijn. Ik hoop dat je het gehoord hebt wat er dan gebeurt als je steeds een soort van ritme gebruikt in je woorden, in je zinnen. En alles wilt benadrukken, dan is hetgene wat benadrukt moet worden natuurlijk niet meer benadrukt. Want alles wordt benadrukt. Alleen wat belangrijk is, wat echt belangrijk is, dat kun je benadrukken. Dat is mooi. Maar alles benadrukken is echt een beetje veel. Zo, dit was de tip. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Je mag hem delen, geen probleem. Juist heel erg leuk als je dat doet. En denk je in de toekomst misschien een keer van, oh, ik heb een presentatie. Ik wil eigenlijk wel iets verbeteren in de manier van vertellen, de manier van presenteren. Aarzel niet, neem gewoon contact met me op. Dan kunnen we overleggen of ik iets voor je kan doen. Lijkt me hartstikke leuk. Hier is mijn e-mailadres en mijn website. En ik hoop tot ziens. Doei!